Herken jij deze uitspraak van de baron nog? Dat was de poort. Dat betekent dat ze op de binnenplaats zijn. Dus stil nu, anders horen ze ons. Ik maak een reis door Nederland om heel veel Bassie en Adriaan locaties te bezoeken uit al hun avonturen. En die locaties ga je zien in deze serie. Vlaardingen is de thuisstad van Bassie en Adriaan. Veel opnames van hun series zijn dan ook in en rondom deze stad gemaakt. Zoals dit bekende shot uit de korte afleveringen. De eerste avonturenserie die de heren maakten was die van de Plaaggeest. Ook voor dit avontuur werd veel in Vlaardingen opgenomen. Zoals de bakker in het centrum van de stad. Tegenwoordig zit hier een café. En iets verderop is de locatie van het schoolgebouw te vinden dat inmiddels vervangen is door nieuwbouw. In een klein steegje staat het huis waar Adriaan de kat redde. En om de hoek is de plek te vinden waar de plaaggeest op de caravan zat. Iets buiten het centrum is de brug te vinden waar een jongen in het water viel. Bassie en Adriaan redden de jongen en als dank voor de actie biedt de vader Bassie en Adriaan werk aan in een restaurant. Bij Maassluis is de tunnel te vinden onder de A20 waar Adriaan op de vrachtwagen sprong. En de scène met de badkuip is opgenomen bij de Loosdrechtse plassen. Een van mijn favoriete series is die van de Verdwenen Kroon. Een van de weinige series die volledig in Nederland is opgenomen. De ingang van het museum waar de kroon wordt gestolen ligt aan de oude haven in Vlaardingen. Deze locatie is gemakkelijk te vinden en nog goed te herkennen, al ligt het gebouw er wel wat verwaarloosd bij. De boeven verstoppen zich met de kroon in een oude ruïne. Deze ruïne ligt in de plaats Teilingen, ten noorden van Leiden. Je kunt deze ruïne bezoeken en je zult snel veel locaties herkennen uit de Verdwenen Kroon. Deze ruïne van Teilingen dateert uit de 13e eeuw en is een rijksmonument. Rond 1570 werd het kasteel zwaar beschadigd tijdens de 80-jarige oorlog. Het werd gedeeltelijk hersteld, maar brandde in 1675 uit en raakte daarna in verval. Je kunt de ruïne bezoeken en er wat rondkijken. En wees niet verbaasd als je andere Bassie en Adriaan fans tegenkomt. Want dit is natuurlijk een van de meest bekende locaties uit alle series. De geheime ingang van het kasteel ligt midden op het terrein. Maar er is geen geheime ruimte te vinden. De ruimte waar de boeven zich schuilhouden is in Naar de Vesting opgenomen. En daar ga ik de volgende aflevering een kijkje nemen. Zoals bij veel locaties is het hier in werkelijkheid allemaal veel kleiner dan je zou verwachten. En soms is er iets veranderd. En dat is ook hier het geval, want het pontje is niet meer te vinden. Als je goed kijkt kun je nog wel zien waar deze heeft gelegen. Maar je kunt niet meer aan de overkant komen, want dat is privéterrein. Ik reis verder naar Schoonhoven. Hier is het politiebureau van adjudant Van der Steen te vinden. In deze plaats zijn behoorlijk wat opnames gemaakt voor de Verdwenen Kroon. Zo moesten Bassie en Adriaan van telefooncel naar telefooncel rijden op aanwijzing van de baron. En de telefooncellen zijn uiteraard niet meer te vinden. In Schoonhoven is ook het pont te vinden over de Lek, waar Vlugge Jaapie weet te ontsnappen aan Bassie en Adriaan. Vlugge Jaapie was een dubbelrol van Bas en dat heeft hij een paar series lang volgehouden. Bassie en Adriaan achtervolgen de boeven als ze met de kroon naar het buitenland willen vluchten. En springen vanaf deze brug op de boot van de boeven. Dit is de Spaanse brug in Rotterdam. Uiteindelijk weten Bassie en Adriaan de boeven te vangen als ze een doek spannen voor een tunnel.
Deze tunnel ligt in Schiedam en is alleen bestemd voor fietsers. Net aan de andere kant van deze tunnel is de locatie te vinden waar de baron elke keer beeldt met de adjudant. De serie van Het Geheim van de Sleutel speelt zich grotendeels af in Benidorm. In Vlaardingen is de dierenwinkel te vinden waar het voer voor Sviti werd gekocht. En in Rotterdam is het Centraal Station te bezoeken, maar daar is uiteraard weinig meer te herkennen. Kluisjes hebben ze nog wel, maar of de diamant daar nu nog ligt? Ik reis verder naar Wijk bij Duurstede, naar de vesting en ik ga op zoek naar het voetbalveldje van de BNA Boys. Dat en meer kun je zien in de volgende aflevering. Doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Tot de volgende keer!